Op het terrein van Hajed landen gisteren twee helikopters. Aan boord waren de stoffelijke resten van Donovan van Embrix en Rianto Kerto di Cromo, die zijn overgevlogen vanuit het mortuarium. Nabestaanden, collega's, vrienden en kennissen zijn in de gelegenheid gesteld om na drie jaar eindelijk afscheid te nemen van hun geliefden. Daarna begon de afscheidsdienst. De uitvaart van Rianto Kerto di Kromo heeft gisteren plaatsgevonden in Besloten kring, terwijl de stoffelijke resten van Donovan van Embrix vandaag in Nederland worden verwacht. Op donderdag 6 september 2018 is er voor hem een afscheidsbijeenkomst in Amsterdam, waarna de uitvaart ook in Besloten kring zal plaatsvinden.